probeer niet altijd als eerste te grijpen naar de traditionele bouwmarkt waar alles nieuw ligt. Maar kijk ook welke biobased opties zijn er en welke circulaire opties. En zijn die opties er niet, kijk dan pas naar nieuw in plaats van andersom. We zijn in Hogeveen. We zijn op Tussenstation. Een initiatief van familiebedrijf Bork uit Stuifzand. En op Tussenstation kunnen we materialen tijdelijk opslaan die wij oogsten uit onze sloopprojecten. Zodat wanneer de aannemer of de vragende kant die materialen nodig heeft, ze hier kan ophalen, dan wel niet zoals ze waren of misschien wel met een upcycle slag. We maken ons klaar voor een volgende generatie en dat doen we door te kijken wat is er in de toekomst nodig om bestaansrecht te hebben. Nou, dat betekent dat we ons inzetten voor een circulaire economie. En wij gaan ons verbinden aan bedrijven die zich ook inzetten voor zo'n circulaire economie. Waar we eerder vooral inzetten op recyclen, hè, dus dat we terugbrachten naar de grondstof, zien we ook dat er wel een vragende markt is naar het één op één hergebruiken. Op het moment dat je dus niet die ruimte hebt waar je die materialen kan opslaan, waar een hub dus eigenlijk voor dient, ga je toch terug naar het recyclen wat energie kost en wat heel veel transportbewegingen kost. Daarmee is het dus belangrijker om die hubs in stand te houden en daarin uit te breiden. Wij als sloopbedrijf, oogstbedrijf zeggen we tegenwoordig, kunnen heel goed gebouwen uit elkaar halen. Dat is onze core business, dat is iets wat we goed kunnen. Maar wij dagen de markt eigenlijk uit om ons te helpen bij die transitie naar een circulaire economie. Wij halen allerlei materialen eruit en dan is het vervolgens aan de markt om met die materialen iets moois te gaan doen. Om bijvoorbeeld dakisolatie als vloerisolatie te gaan inzetten. En om op een andere manier naar die materialen te gaan kijken dan dat er traditioneel gebeurt. De oude zagerij heeft zich bij ons aangemeld eigenlijk van, jullie hebben allerlei materialen. Wij hebben een heel goed idee met die materialen. Dus we hebben daar met de oude zagerij gekeken van, hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Wij komen heel veel hout tegen. Dat hout is veelal gebruikt in een binnentoepassing. En de oude zagerij heeft een methode ontwikkeld dat je het hout ook kan gebruiken in een buitentoepassing. En op die manier geven we extra waarde aan het hout. En het hout kan vervolgens weer op de markt worden gezet als circulair hout met een prachtig verhaal. Het heeft extra waarde gekregen en nu wordt het weer op een andere manier gebruikt waarvoor het nooit eerder was bedacht. Maar dat doel heeft het nu wel bereikt. Naast de oude zagerij, die al een hele waardevolle partner is in deze mooie Drentse keten, zoeken wij ook andere ondernemers. We hebben hier nog genoeg andere materialen liggen die ook een waarde extra kunnen vermeerderen, waar heel veel potentie in zit. Wij dagen de markt uit om daar iets mee te doen. Dus mocht je een heel goed idee hebben met materialen die hier liggen, neem dan contact op met Tussenstation.